Vanaf maandag 19 september 2016 wordt het stationsplein voor de duur van 3 weken afgesloten. Hiervoor worden omleidingsroutes ingesteld, ondersteund met gele borden. De bereikbaarheid van het station, de omliggende bedrijven en woningen is een belangrijk aandachtspunt. Er wordt veel aandacht besteed aan de borden en er zijn verkeershandhavers ter plekke. Hoe kom ik bij het station of een bedrijf in de buurt? Het stationsplein wordt voor de duur van 3 weken afgesloten voor al het normale verkeer. Uitgezonderd openbaar vervoer, taxis en hulpdiensten. Andere weggebruikers moeten in deze periode dus de aangegeven omleidingsroute gebruiken. De overlast wordt tot een minimum beperkt en er zijn voldoende omleidingsmogelijkheden. Het station, de omliggende bedrijventerreinen en de woningen in de buurt blijven bereikbaar. Vooral de weggebruikers die gewend zijn het stationsplein als doorgaande route te gebruiken, krijgen te maken met de omleiding. Ik rijd normaal gesproken via het stationsplein als doorgaand verkeer. Gedurende deze 3 weken gaat dat dus niet lukken. De omleidingsroute loopt door Sliedrecht, via de Stationsweg, Torbekkelaan en de Rivierdijk. Ik kom uit de richting Rotterdam. Hoe rijd ik dan in de richting van Bleskensgraaf? Volg de A15 en neem 1 afslag verder. Neem dus afrit 25, Sliedrecht Oost, en volg vanaf daar omleidingsroute A naar de provinciale weg N482. Voor de omgekeerde richting is er omleidingsroute B via de N214. Let ook op de verkeersborden en aanwijzingen. Daarmee kom je ook van A naar beter. Ik fiets altijd via het stationsplein. Fietsers moeten tijdens de asfalteringsperiode een omtrekkende beweging maken. Er is dus een specifieke omleidingsroute voor fietsers, via de Callandstraat en het Stationspark. In 2 richtingen voorzien van aparte gele omleidingsborden. De Merwede-Lingelijn en alle betrokken partijen wensen jullie een goede reis. Meer weten of specifieke vragen? Ga naar www.merwedelingelijn.nl. Ook bereikbaar via Facebook en Twitter.